gespeeld in goede tijden, slechte tijden. Heeft onder andere Dancing with the Stars gepresenteerd. En won dit jaar de Talent Award op het televisiegala. Dames en heren, hier is Lieke van Lexmond. Ga lekker zitten. Daar zit ik dan in de bananensplitstoel. Hè? Daar zit je dan. Je bent enorm druk, hè? We zien je overal de laatste tijd. Ja. Wat doe je op dit moment allemaal? Natuurlijk goede tijden, slechte tijden. Nog steeds iedere week zijn we heel hard bezig met de opnames. Wat echt een feestje is. Want het is dit jaar heel speciaal omdat we 20 jaar bestaan. En de 4000ste aflevering hebben. Dus het is allemaal wel heel mooi. En verder wil ik natuurlijk gaan presenteren. En dat doe ik heel veel in het land. Alleen we zijn nu een beetje aan het kijken wat een goed programma kan zijn. En dat doe je ook heel erg goed. Dank je wel. Als ik het mag zeggen, toch, dames en heren? Dank je wel. Heel lief. Iets anders, Lieke. Wat heb jij met rozen? Nou, veel. Ik ben echt heel erg gek op bloemen. Ik ben echt... Als mijn huis leeg is met bloemen, dan is er niks aan. Dus dan altijd staat er een mooi boeket. En ja, ik word daar heel gelukkig van. Ik kan niet anders zeggen dan dat er bloemen het leven leuker maken. Wist je trouwens dat rozen heel gevoelig zijn? Nou, dat ben ik door jullie een beetje achtergekomen. Ja, dames en heren, want we hebben Lieke uitgenodigd in onze speciale bananensplitkwekerij omdat we een roosje naar haar wilden vernoemen. Dat is natuurlijk een hele grote eer, hè Lieke? Dat was zeker een hele grote eer. Praten tegen je bloemen, we doen het allemaal. Maar volgens de moderne wetenschap moet je veel verder gaan. Je moet met ze feesten en met ze dansen, je moet met ze zingen. Dan pas willen ze groeien. Op de ouderwetse manier gaat dat natuurlijk ook. Jullie hebben dorst, hè? Zie je, de blaadjes hangen al een beetje. Dan gaat Fransje toch een beetje water geven. Doe ik toch. Ze groeien. Bij deze kwekerij gaat men helemaal uit van de psyche van de bloem. Hallo, dag. Lieke. Hallo, dag. Vandaag wordt Lieke van Lexmond allerhartelijkst ontvangen, omdat er een roos naar haar zou worden genoemd. Ze is hier trouwens samen met haar zus, die bij ons in het complot zit. Directeur van Bloemendaal geeft haar een rondleiding om de filosofie van het bedrijf uit te leggen. We doen hier ontzettend veel experimenten eigenlijk. En met die experimenten, hier met de werk van Van Gogh, wordt de artistieke smaak van de bloem onderzocht. Want die moet passen bij zijn naamgever. Kortom, wat is de smaak van deze roos? Die kan je proeven. Nou, dat kan je gewoon doen. Deze proeven zijn ook gedaan bij tal van andere beroemdheden. De Julia, je hebt de Audrey Hepburn, die was heel, heel populair in Amerika met name. Hele moeilijke rozen te kweken, omdat daar ja, een soort van zang in moest zitten. Als we een idee hebben van wat moet een Lieke worden, hè, dan moet je daar toch een soort van gevoel in hebben. Tuurlijk. Ik bedoel, dat is toch logisch, of tuurlijk, niet? Absoluut. Lieke begrijpt het helemaal. Waar moet haar roos qua karakter aan voldoen? Eigenlijk val ik op een verliefde roos, hoe stom dat klinkt. Wat zoek je daar dan in, zeg maar? Wat voel je daar dan mee? Verliefdheid. Ik vind het dan zacht en rond en vrolijk. Ja. Niet gepolijst, niet binnen de grenzen. Dat vind ik ook. Ik ben ook nooit zo van binnen een hokje. Dus ik vind het ook lekker als hij van zijn eigen leven leidt. Binnen gewoon zijn eigen leven kiest. Ik snap wat je bedoelt. Zijn eigen pad kiest of zo. Wow. Kijk, en wat even leuk is om te zien, dat zie je bijna nooit. Oh, ja, mooi. Zie je dat? Dat zie je echt nooit, hè? Mooi. Hier is nog wat te doen. Heel mooi. Mooi zeg. Ja. Heel mooi. Mooie kern. Ja. Mooi. Je zou denken, Lieke zou het allemaal wel prachtig vinden dat er een roos naar haar wordt genoemd. Maar voor haar speelt de persoonlijkheid van de bloem wel degelijk een rol. Ik ben dus ook daar heel erg selectief in. Hoe stom het ook klinkt, misschien dat andere mensen meteen denken, oh, leuke roos, geef mijn naam er maar aan. Maar ik ga niet zomaar mijn naam aan een roos verbinden. Omdat ik dus juist heel erg, daarin dus best wel kritisch ben. Wat ik zelf een mooie roos vind. Ik vind heel veel rozen niet mooi. Mag ik heel even storen? Ja, ja. Ik heb met die zonnebloemen twee heel staan. Maar daar is eigenlijk de reactie echt niet heel op. Okay. En daar lig ik gewoon schreeuwen met het experiment. Ja. Dus ik heb echt waarde gemeten tot 150 met bloemen. De bloede werd echt sensationeel. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ja.
Dat is een CM-waarde, toch? Of niet dan? Ja, die schoot echt door. Okay. Nou, ja, tegen de 150 aan. Oké. Okay. Heel vaak. Oké, dat is echt fantastisch. Ik zou inderdaad voorstellen om met, vooral met de literatuur en met de muziek door te gaan. Ja. Maar ik begreep dat ik hier ook nog iets voor je moest doen. De roos, zeg maar, voor Lieke van Lexmond. Ja. Kijken of dat de roos wordt waar, waar we iets mee kunnen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje waar we hier voor zijn. Kandidaat roos nummer 1. De speciale meetapparatuur wordt aangesloten. En nu kan het contact tussen Bloem en Lieke worden geregistreerd. De proef kan beginnen. En we beginnen gewoon met heel sec een kennismaking met de plant. Dus even zeggen wie je bent en wat je doet. En zachtjes praat. Mijn naam is Lieke van Lexmond. Ik ben 27 jaar, ik ben actrice. Ik presenteer sinds kort ook. En ik woon in Amsterdam. Misschien is het goed om even letterlijk contact te maken met de bloem. Zou je de bloem tussen duim en wijsvinger kunnen nemen? Net onder de bloem, dus helemaal bovenaan de steel. Zachtjes, niet knijpen. Nu gaan we met die vingers langzaam naar beneden. Pas op dat je niet knijpt in de roos, dat vindt hij niet lekker. En dan mag je deze beweging even een paar keer herhalen. Op en neer. Op en neer. Heel erg goed. Dankjewel. Dit werkt niet, maar dan de zangproef. Levert die wel een serieuze klik op? One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take the sky. Heel goed, wat mooi. Wat heb je een goede stem. Ja, bijzonder mooi gezongen, maar nog geen reactie. Waarschijnlijk door de aanwezigheid van haar zuster. Zal een liefdesverhaal aan Roos 2 wel het gewenste effect hebben? We rennen samen in ons blootje door het weiland. Maar als de zon ondergaat, geven we een harde brul en gaan we sluipen. Niemand kan ons horen, want mijn vriend loopt op zijn zachte poten en ik loop op mijn sokken. Ah, hier, een overduidelijke reactie bij de roos. Hij slaat hier heel hoog uit. Ik zie het. De fluitproef moet uitsluitsel geven. Ja, kom op, zeg. Wanneer fluit je nou tegen een roos? Nou, als je met veel fanfare een roos krijgt uitgereikt van Bananasplit. Daar hebben we de camera. Oh, wat beter. We zijn heel gevoelig, ja. Dat is best wel een wetenschap, hè, zo'n roos kweken. Het was zo grappig om daar te zijn. Ik dacht, deze mensen zijn knettergek geworden. Maar ik dacht, nou ja, ik doe wel mee. Ik heb respect voor deze manier van kweken, dus ik doe het wel. Nee, want... Je was ook echt heel liefdevol. De... Ja, en ik dacht alleen maar, ik keek naar mijn zus op links echt heel vaak. Ik dacht, ja, dat is helemaal gek. En die zat dan echt, doe nou mee, dat is zo asociaal. Dat moet je doen, dat is zo raar. Ja. Dus toen zat ik daar. Nou, echt, dat is te grappig. Nou, nu het over je zus hebt, jouw zus is ook meegekomen. Zat bij ons in het complot. Ja, en hoe? Ze zat helemaal ingesnoerd met zenders en noem maar op. Ja. En jouw eigen zus Jetteke, dat is ja, jouw vertrouwenspersoon, hè? Ja, zeker. Ja. Is ze dat nu nog? Nou ja. Nou, hè? Daar heeft ze 28 jaar heel hard de beste voor gedaan voor mij. Dan nu is het helemaal weg, Frans. Dank je wel. Nee. Ja. Nee, natuurlijk. Ja, dat is nog steeds mijn beste vriendin. Maar ik vond het wel echt... want we weten echt alles van elkaar.
En dit was wel, toen we de auto teruggingen, dat ik dacht, stinker, je hebt gewoon niks gezegd. Wat is dit een rare actie? Nou, wij waren er in ieder geval heel dankbaar voor. Ja, dat snap ik. Heel moeilijk. Heel moeilijk om niks te zeggen. Peter, is er wel ooit eens een keer iets naar jou vernoemd, een roos of iets dergelijks? Of? Nee, wel een kusvader. Een kusvader? Ja, ik kreeg een foto van iemand, Peter Faber, die had hij gefotografeerd. En een restaurant. En een restaurant. Ja, maar verder geen roos. Nee, niet ja, dan vind ik het toch wel heel erg dat je dan toch niet zeg maar je eigen roos hebt gekregen. Ja. Maar ik heb wel wat anders voor je. En het is de officiële bananensplit trofee. Kijk. En ik hoop dat hij een enorm mooi plekje krijgt, want je hebt hem echt verdiend. Alsjeblieft. Dankjewel. Voor jou. Heel leuk, dankjewel. Ik heb iets leuks. Ik heb